We zitten in Nederland, Zwitserland, Polen, Portugal, Zuid-Afrika en Oekraïne. En we hebben 13 nationaliteiten. We hadden gewoon op dag één mensen die opgeroepen werden voor het leger. Je gaat het redden met elkaar en dat is je enige doel. Mijn gast is medeoprichter en CEO van de We Are Brain Agency Group. Een internationaal bureau dat onder andere ook een vestiging heeft in de Oekraïne. En wat is de impact van wat er allemaal gebeurt daar op haar bedrijf? Maar ook onderwerpen als diversiteit en inclusie en de rol van leiderschap in een bureau Anno vandaag. Daarover ga ik het hebben met mijn gast, Elvira Jaspers. Welkom bij CVD TV. Ja, Alvieren, er waren een heleboel punten die we gaan bespreken. Ja, ik ja. hoor het. Gaan we allemaal aanraken. Uh, een divers en inclusief bureau zijn jullie eigenlijk een soort van by, by nature. Hè? Kun je eens vertellen hoe het bureau is ontstaan? Um, in 2014 um, waren Mario en ik allebei uh, consultant. Uh -huh. uh, we werkten eigenlijk aan de klantkant en hielpen het bedrijf digitale groei uh, te realiseren. Uh, daarnaast hadden we allebei los van elkaar en met elkaar. Kleine start-ups, um, een uh, review site in de health, um, een uh, vergelijkingssite in mobility. Um, en dat bouwden we in Oekraïne, in Kramatorsk. Toen moest ik, vroeger moest ik uitleggen waar dat lag en tegenwoordig helaas niet meer. Nee. Um, en in 2014 is in de Donbass de eerste uh, oorlog eigenlijk begonnen, uh, toen Rusland daar binnenviel en de Krim annexeerde. En daar um, hebben Mario en Jack, waarmee wij toen samenwerkten. Mm -hmm hebben zeven gezinnen geholpen um, en developers om naar Kiev te verhuizen en daar een nieuw leven te starten. En dat was eigenlijk het moment waarop we zeiden van hé, hey, uh, die mensen hebben werk nodig, laten we ons netwerk gaan bellen. Um, en daar was We Are Brain. Mario kwam uit? Uh, is een Duitser, woont in Zwitserland. Yeah. En Jack is Oekrainer en woont in Oekraïne. Yeah. Yeah. En wanneer is dan formeel uh, We Are Brain gestart? In januari 2015 zijn we een officiële entiteit geworden, maar daarvoor um, waren we al aan het werk en uh, konden we al, uh, waren we al bezig met uh, nieuwe klanten en dingen opzetten, maar het was nog geen officieel bedrijf. Maar wel heel die, zeg maar, uh, dynamisch en uh, best ingewikkeld, kan me voor. Het, het is niet het simpele verhaal van oh, we zijn drie Amsterdammers en we uh, beginnen ergens uh, uh, zeg maar, op een nee. kantoorpandje een bureau. Verre van. Dat, Correct. Um, nou ja, behalve het feit dat we dus. We zijn met z'n drie begonnen. Op dit moment zijn Marion en ik uh, met z'n tweeën. Maar we zaten met drie uh, eigenaren. We waren een bedrijf aan het bouwen uh, vanuit drie landen. Um, en uh, we hadden op dag één zeven medewerkers. Um, dus ja, dat is een hele andere situatie. Plus daarnaast had ik ook nooit de ambitie van oh, ik ga nu een plan schrijven en ik ga morgen een bureau starten. Um, dat betekent niet dat ik nu onwijs trots ben en het super cool vind. Ja. Maar ja, ineens zat je erin. Ja. En uh, toen hebben we er natuurlijk met z'n allen iets van gemaakt. En het leuke is wel dat um, door die diversiteit zijn we ook eigenlijk meteen een type bedrijf geworden waar ik me heel senang bij voel. Ik, ik zou liever niet met drie Amsterdammers, uh, allemaal mijn leeftijd, allemaal wit en allemaal mm. Nederlander. Mm -hmm. Ik vind juist deze diversiteit heel erg leuk, ja. want het maakt het ook heel interessant. We maken heel veel mee al vanaf dag één. Je zegt we zijn met z'n tweeën nu nog, maar want ja. wat, wat is de rol van Jack? Uh, hoe is dat? Waar is hij nu? Um, die had andere ambities. Op een gegeven moment, kijk, we hebben elkaar heel lange tijd heel goed aangevuld um, en uh, een mooi team gevormd. Mm -hmm. En op een gegeven moment um, uh, zagen we dat dat minder was en de ambities uh, verlegd werden. En Jack is uh, iets anders gaan doen. Is, anders, is dat goed gegaan? Want dat is bij, qua ondernemersperspectief is dat best lastig. Hè? Ja. Je start met een aantal mensen in het bureau. Je, ja. wordt, je verdeelt de aandelen. Maar dan loopt het anders. En dan, ja. dan kun je zeggen, houden en we gaan naar elkaar. Maar je moet dan ook aandelen technisch dingen regelen. Hoe is dat proces verlopen? Wat je erover kwijt wil? Um, nou ja, kijk, dat heeft... Um, uh, voor. Oh, het ging goed. Ik bedoel, we, we, we zijn niet uh, op uh, negatieve voet met elkaar op dit moment... Maar dat heeft natuurlijk wel wat voet in de aarde en ja. dat uh, is een energy train. en het is voornamelijk een afleiding mm. uh, die helaas langer duurt dan dat je wil, want je wil eigenlijk gewoon dat het uh, vandaag geregeld is en morgen uh, voorbij, maar zo werkt het niet. Is het is dan ook met geld te maken dat de een zeg maar het bedrijf het heeft, heel zeg maar, laag waardeert ja, en de andere heel hoog. Ja, ja, het heeft met geld te maken, maar het heeft ook met hoe te maken. Het heeft ook met um, allerlei um, afspraken die je moet maken om te borgen dat aan alle kanten iedereen ingedekt is voor de toekomst. Want ja. wat als er een lijk uit de kast komt, aan wieens kant dan ook, hè? Dat, dat je natuurlijk niet ineens uh, de, de verantwoordelijkheid pakt voor iets waar je niet van weet dat het er is op dit moment. Dus je moet eigenlijk heel diep gaan graven en huilen. Uh, secure uh, regeltjes opstellen ja. om elkaar uh, uh, nou ja, in te dekken voor ja. de toekomst. Ja. En dat is wel een proces wat gewoon heel veel tijd en energie kost. En eigenlijk wil je met je bedrijf bezig zijn en niet ja. met dit soort dingen. Wat heeft dat te maken met jullie relatie met uh, Oekraïne door de, uh, de verdwijnen van jack? Uh, in dat opzicht, uh, niet het klinkt natuurlijk een beetje naar, maar niet heel veel. Nee. Uh, ook omdat we heel transparant zijn geweest richting het team. Het team weet het. Uh, we hebben een vrij groot team in de Oekraïne. Ook nog, nu vandaag nog steeds. En um, in ons senior team um, hebben we um, ook Oekraïnse mensen zitten. Dus uh, we leiden het bedrijf samen met ons senior team. Ja. Waar um, heel veel nationaliteiten in zitten. En ook dus Oekraïnse nationaliteiten. Dus uh, nee is uh, eigenlijk heel uh, netjes gedaan ja precies vind uh, ik zelf uh, yeah. in de vorm van hoe netjes je het kan doen ja precies ja. Um, zijn jullie remote first ja altijd al geweest of niet ja wij zeggen altijd wij zijn uh, hybrid by design uh, international by trade en inclusive by nature ja. uh, want met drie uh, eigenaren als je start in drie landen ben je natuurlijk al remote first ja de eerste mensen die we in het team hadden, waren allemaal Oekraïns. Um, met um, in Nederland één, twee mensen. Um, in Zwitserland één persoon. Um, dus, en dat is eigenlijk een beetje uitgebouwd. We hebben altijd gezegd, de mensen die, uh, waar we talent kunnen vinden... dat is waar we de talent gaan zoeken. En mensen uh, kunnen naar Nederland komen verhuizen of naar uh, Zwitserland... Maar dat hoeft niet. Dus als wij een uh, fantastische architect in uh, Portugal vinden, dan mag je lekker daar blijven wonen. En dan doen we dat op remote. Want hoeveel mensen heb je nu of hoeveel mensen werken er nu binnen dit, binnen de Agency Group? Uh, ongeveer 65. Ja. Um, en um, we zitten in Nederland, Zwitserland, Polen, Portugal, Zuid-Afrika en Oekraïne. Uh, en we hebben 13 nationaliteiten. Hoe, borg je, hoe smeet je dat tot een geheel? Ja, dat is een uitdaging. Want um, dat zul je ongetwijfeld van meerdere ondernemers horen. Cultuur en uh, samenhorigheid bij elkaar uh, in, als je zo remote bent, um, dat is een uitdaging. Dat betekent dat je dus ook heel erg goed moet opletten bij de uh, aanname van mensen. Dat dus. Niet alleen maar, oh je bent een.NET-expert en uh, op.NET-gebied uh, um, heb je alle kwaliteiten, maar ook op de soft skills pas je bij de groep, uh, hang je dezelfde uh, visie en waarden aan die wij hebben. Um, en dat zie je heel snel. Zien jullie elkaar ook fysiek? Ja, nou, op, <laughs> ik zeg heel hard ja. <laughs> Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Nee, <laughs> wij zien elkaar fysiek op dit moment niet. Op dit moment? Nee, uh, maar even. Nee. In, in, om dat, vanwege de, de oorlog. oorlog in Oekraïne. Ja, ja. Want hoe werken die gasten daar dan? Nou, dat is. Uh, <coughs> ik moet zeggen, het is heel heftig. Ja. Yeah. Um, COVID was net voorbij en wij zaten in februari 2022 in onze laatste lockdown. En ik ging op vakantie, want dat kon toen al wel. En uh, ik dacht, nou, als ze terugkomt, dan is de lockdown voorbij en dan uh, gaan we er weer voor. We gaan elkaar weer zien en we gaan weer naar elkaar toe en helemaal blij. Nou ja, halverwege de vakantie uh, uh, kwam die oorlog en ik dacht ineens: van. Ik was een break. Mm -hmm. Het is. Uh, mm -hmm. de, ik dacht, jeetje, Min, hebben we net twee jaar COVID gehad en dan gaan we nu uh, dit doen. Maar de heftigheid waarmee die oorlog is, is natuurlijk vele malen groter. Uh, waarom? Omdat het om mensen gaat. Ja. Mensen die uh, ineens in een um, uh, uh, gebied zaten waar uh, ze weg moesten. Ja. Dus die moesten huid en hart achterlaten. En we hadden gewoon op dag 1 mensen die opgeroepen werden voor het leger. En dan... Hebben ze dat allemaal gedaan? Ja, nee, je moet. Je moet je melden binnen 48 uur. Dus er zijn, zijn er mensen die bij jullie werken die het leger in zijn gegaan? Nog steeds. En weet je die hoe zitten je tot... aan het front. Ja. ja, we hebben contact, we weten waar ze zitten. Uh, we weten ook dat ze uh, ongedeerd zijn. Maar uh, ja, dat is. Uh, ik zweet uh, zweethandjes. Maar die Maar ja. Pff, we, we zijn er, ik, ik denk dat ik zou dat niet doen. Ik zou gewoon, weet ik veel, ik zou mijzelf ingraven of het land uitvluchten. Er... Ja, dat kan niet. Of, uh, of zitten er ook tussen die zeggen: Nou, fuck uh, it, ik ga juist, ja, ik wil dat ook. Uh, ja, dat hebben we ook gehad. Er is iemand die part-time uh, heeft een tijdje het leger geholpen. Um, en er zijn ook mensen die zeggen, ja, als ik word opgeroepen, dan ga ik, want ik wil mijn land dienen. Maar wat het natuurlijk wel is, is dat ook een hele grote groep eigenlijk helemaal niet wil. Dus wat je ziet, is dat mensen binnen blijven. Want je wordt op straat opgeroepen, omdat heel veel mensen natuurlijk niet uh, meer op de plek zitten waar ze wonen. Dus, dus ze een, briefje, een briefje sturen, dat, dat gaat natuurlijk niet meer werken. Dus zorgen dat je binnen blijft. Dus binnen blijven. En dat was zeker in het begin uh, heel erg, um, hoe heet het? Um, een ding om te zorgen dat je er onderuit kwam. Wat doe je en hier? de mensen die naar het buitenland konden... die zijn naar het buitenland gegaan, de mannen dan. Ja, ja, ja. 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 Wat betekent um, in deze context... Hè, wat betekent leiderschap binnen jullie groep dan? Hoe geef jij dat vorm? Um, in dit soort situaties, zowel met COVID als met um, de oorlog... waarin het toch... Je in een situatie komt waar je echt binnen één minuut inge, ingezet wordt en waar je helemaal ineens niet voor gestudeerd hebt en ook überhaupt voor ondernemerschap nooit gestudeerd nee. dat je flexibiliteit en je aanpakken dat dat het allerbelangrijkste is en dat je blijft communiceren met je team en dat je blijft uh, vechten om, um, om het uh, recht te breien en met elkaar te redden en dat je dus echt zorgt dat je in die voorhoede loopt en um, met je team achter je aan uh, dat je dit gaat doen. Mm. En dat je ook iedereen aanspoort om daar je mee te helpen. Ja, Want je kan niet anders. Anders moet je de deur dicht doen en dat is natuurlijk geen optie. Nee. Dus je gaat het redden met elkaar. En dat is je enige doel. En hoe flexibel je en in welke bocht je moet wringen, je, je gaat het allemaal doen. Het is natuurlijk weer hetzelfde als met COVID. De voorspelbaarheid is ongeveer nul natuurlijk. Nee, want uh, de mensen die naar Nederland kwamen, die konden, um, die dachten, ik, ik, binnen een dag moet je natuurlijk dan huizen regelen en verzekering en dat soort dingen. En ik dacht, nou dat uh, drie maanden, en dat ze al zeiden tegen me, nou drie maanden, dat wordt wel heel lang hoor. Nou drie maanden werd uh, een half jaar, een half jaar werd uh, anderhalf jaar. Ja. Dus ja, in februari is het alweer twee jaar geleden. Ja, dus zijn zijn bijna en, uit het nieuws. Ja, door uh, Israël natuurlijk zeker. Maar het is nog zeker niet over. En de wind komt er strakjes weer aan. Um, het lijkt nu rustig, maar uh, is Rusland uh, bom aan het sparen om dadelijk weer alle elektriciteitscentrales uit te... Uh, Schakelen dat iedereen weer uh, in donker zit en uh, koud? Vreselijk. Ja, Ho dat zijn natuurlijk wel de dingen waar we nu mee ja. bezig zijn. In hoeverre is um, uh, mensen in uh, Oekraïne of uh, uh, Zwitser Zwitserland, zei je, ja. waar ze zaten, in hoeverre zijn, zijn de jullie medewerkers en de klanten aan elkaar gekoppeld? We, eh, snap wat ik bedoel? Is zijn de, de mensen in Zwitserland alleen maar voor Zwitserse klanten aan het werken en Oekraïens nee. alleen maar of loopt het allemaal door elkaar heen? Ja, dus Ja, dat ja. zijn het loopt... allemaal multidisciplinaire en interlandelijke teams die op verschillende klanten en zo werken? Correct. We hebben Um, uh, iedereen werkt remote met de klant ja. en met elkaar. Um, er zijn natuurlijk wel teams en die zitten toevallig allemaal bij elkaar in Kiev, maar um, dat is niet um, uh, standaard. Um, de mensen werken dus uh, uh, altijd uh, op afstand met elkaar. Iedereen, bijna iedereen, is echt klant uh, facing, dus um, dat, is, uh, uh, dat maakt het ook alleen maar heel erg leuk. We zijn dus geen uh, Fabriek waarbij alleen maar de projectmanager met de klant praat. Het nee, hele team hele praat met team. de klant. Ja. En um, ja, ik moet zeggen dat iedereen werkt. En de ja. bereidwilligheid, maar ook uh, de, de, de drive om te werken, um, die is er bij iedereen. En zowel aan de, de mensen die wel in de Oekraïne zitten, maar ook de mensen die juist niet in de Oekraïne zitten, um, die, ja, die zijn alleen maar extra hard uh, bezig om te zorgen dat datgene wat we aan de klant opleveren, dat dat succesvol is, zodat uh, we de goodwill van de klant houden. En ik moet zeggen, onze klanten zijn fantastisch. Mm. Die, uh, die, die zijn alleen maar sportief. En uh, uh, de, het team was ook binnen vijf dagen alweer aan het werk. En je vraagt je af hoe ze dat doen. Maar um, dat uh, ja, kan niet anders dan... Uh, Goede's voor het team. Ja, als je uh, even nog een paar, paar, paar korte vragen. Als het gaat om de sceptici die, die hiernaar luisteren, als het gaat om dat remote werken. Hè? Daarna ja. heb ik nog een paar onderwerpen die ik met je wil behandelen hoor. Maar denken dan van ja maar luister ik wil toch gezellig ook bij de koffieautomaat uh, gewoon fysiek ja. uh, met mijn teamleden en dan ja. weet hoe het gaat en praten over ja. het weekend als één. En twee, vanuit leiderschap, hoe beoordeel je of je collega's het goed doen of dat het hoe performen ze en, en hoe gaat het met ze? En dat soort aspecten. Wat zeg jij dan? Nou, aan de ene kant, um, kijk, we zijn een Digital Agency, wij wij uh, bouwen uh, digital producten of designen digital producten of uh, hebben een go-to-market. Dat betekent dus dat je heel erg op output kan uh, beoordelen. Dat is natuurlijk, als een sprint gehaald is en die is succesvol um, en de velocity is hoog, dan doen mensen het goed. Ja, dus um, als de, ja, de klant tevreden is, dan kun je daar natuurlijk heel makkelijk op meten. Mm -hmm. um, dus dat is, dat is aan de ene ja, kant. Snap ik. Ja, het koffieapparaat. Uh, we hebben hier een kantoor in Amsterdam en uh, daar ga ik heel graag naartoe. Ik vind het heerlijk om uh, met iedereen te praten en om face-to-face -face met elkaar te zijn. Voor COVID en voor de oorlog gingen we ook vaak naar elkaar toe. Um, ook klanten gingen naar Kiev, uh, naar ons kantoor ja. daar, om samen te werken. Uh, de mensen uit uh, Portugal, uit uh, Zwitserland, uh, uit Oekraïne kwamen naar Nederland of nee. naar Zwitserland. Dus we gaan naar elkaar toe. We zien elkaar, ook de klanten. De klanten zien het team, de klanten zien ons. Uh, dat is natuurlijk nu minder, um, maar dan word je ook weer creatief. We hebben uh, nu uh, kerstborrels of uh, feestjes en dan uh, zetten we allemaal grote schermen in het kantoor, in de twee kantoren en dan uh, komt iedereen naar een van die twee kantoren. Ja. En dan vieren we het op die manier en hebben we op die manier contact. Je wordt ook een beetje creatief ervan. Mm -hmm. En um, wat we heel bewust hebben, is een HR die gewoon heel erg people georiënteerd is. Dus veel met de mensen praten. Zorgen dat uh, het goed gaat met de mensen. Echt als vertrouwenspersoon... Uh, ook met die mensen omgaan. Zodat iedereen... Uh, een uitlaatklep heeft. Ja. Ja. Diversiteit en inclusie wordt veel over gesproken. Diversiteit, ja. uh, Vink. Uh, dat kan ik me zo voorstellen. Als je kijkt, want jullie samenstelling is ook... Uh, wat hoeveel ja. nationaliteiten zei je? 13. Dat nou, is, is aardig wat diversiteit als je het hebt ja. over uh, 60, 70 mensen. Ja. Uh, wat betekent inclusie voor jou... Um, dat wij um, uh, ook heel veel verschillende typen mensen hebben. Dus um, in die end ja, gaat het om je expertise. En of je dan uh, een handicap he hebt of uh, um, iets wel of niet doet of uh, van iemand wel of niet houdt, uh, dat is allemaal helemaal niet interessant. Mm. Wij kijken echt, past zo iemand bij ons? En ik denk ook dat doordat we zo um, uh, divers en inclusief zijn. Uh, dat ook dat mensen aantrekt. Dan is het makkelijker om, uh, om in zo'n groep te zijn. Uh -huh. We hebben het heel vaak over verschillende um, uh, religies. Uh, we, we hebben een avond-Iftarp-kantoor omdat er iemand uh, meedoet aan de Ramadan. En we dus dan alle verhalen horen van hoe dat werkt en waarom en hoe hij dat ervaart. Uh, maar we vieren uh, tot uh, vorig jaar, hebben we altijd uh, op 7 januari. Orthodoxe Kerst gevierd en niet op 25 december. Hm. Wat zei ik nou? 7 januari. Dat, ja, ja, zei je dat? Ja, ja. geen Zeven idee. 7 januari, ja. Orthodoxe Kerst. Uh, dus, dus daar zit natuurlijk ook, uh, daar, daar zit heel veel diversiteit in. Ja. Ja. Um, Laten we eens kijken naar jouw. Naar nou, jullie vakgebied. Ik, ik las het een en ander over jullie agency waar niet eens zo gek veel over te vinden is. Nog uh, best lastig om uh, daar wat informatie over te doen. Nu hebben jullie eigen website en een paar artikelen. Maar jullie waren echt al best wel lang geleden. hadden jullie AI al op de agenda staan? Echt, dat ja. was toch de tijd dat in Nederland werkelijk niemand wist wat AI betekende? Nee. Uh, dus jullie lopen heel erg voor, ga ik er dan zomaar van uit. Als jullie daar jaren geleden al mee begonnen waren, dan, ja. uh, dan is dat al een themaatje, een tijdje. Ja. Wat zijn de tech. Uh, want jullie zijn aan de ene kant een. zijn jullie bezig met marketing, communicatie en met branding en digital branding, blaal, maar aan de andere kant staat heel erg tech-gedreven, data-gedreven. Kun je ons eens meenemen in dat landschap wat er op dit moment allemaal speelt? Dat is een hele brede vraag, maar. Wij, uh, toen we begonnen, uh, en dat is natuurlijk ook een, par, een deel van ondernemerschap, dat je heel flexibel bent en dat je continu aan het pivoten bent. Um, we begonnen eigenlijk met uh, WordPress en alleen maar tech. En we zijn um, heel snel naar Ruby omgedraaid uh, uh, omdat dat beter paste bij de type klanten die we hadden. Mm -hmm. um, nu zitten we voornamelijk op.net en Java. Um, aan de techkant. Ja. Maar wat je ook ziet uh, is dat uh, bij ons klanten we bouwden een platform en dat moest natuurlijk ook gelanceerd worden. Dus toen kwam de go-to-market erbij en gingen we digital marketing doen en dat moest gepromoot worden en we gingen daar artikelen voor schrijven, uh, maar ook content en uh, copy, video um, voor die klanten maken. En wat je daarna uh, wat je ook zag is dat uh, klanten meer innovatief wilden worden. Dus we hebben ook een tak opgezet die eigenlijk innovatie gedreven is. En dat we kijken van hoe kunnen we klanten niet alleen met een mooi platform helpen... maar ook hoe kunnen we dat slimmer maken... of hoe kunnen we dat meer interessant maken door bijvoorbeeld AR in te zetten... of bijvoorbeeld um, uh, AI, AI. En, uh, en, en OCR bijvoorbeeld. Um, en dat vonden we al A, heel interessant in het begin. En we zijn in 2017 al begonnen... Um, en dat is ook wat je, uh, waardoor je dus eigenlijk op die manier een veel interessanter verhaal naar je klant kunt hebben. Mm -hmm. En wij vinden het heel leuk om met de klant mee te denken. En niet alleen maar u vraagt, wij draaien. Maar ook om te kijken naar de toekomst. Wat zijn de volgende stappen? Wat zijn, uh, je hebt nu een platform. Maar hoe ga je dat dadelijk in de toekomst uh, succesvol maken? En wat zijn de factoren die daarin kunnen meespelen? Mm -hmm. En dat, is wel, uh, dat maakt ook dat we daardoor uh, dit soort services er ook bij willen. Leveren. Ja, ja. Omdat we dan niet alleen maar die bouwpartij zijn, maar ook in een bredere zin um, voor die klant uh, de full service kunnen doen. Wat voor soort klanten werken jullie voor? Dan moet je altijd oppassen als bureau directie, directie, dat je dan zeg maar een klant noemt en later denkt, oh, ik had die ook moeten noemen. Dus het gaat hier niet om een volledig overzicht. Nee. Maar kun je gewoon at random: er is één of twee uitpikken, uh, uh, die wel tekenend zijn voor wat jullie doen. Uh, nou, een klant waar we heel veel voor doen, is uh, Praxis en Brico. Moederbedrijf uh, Maxeda. En um, daar doen we zowel het platform, dus de, de, de store, maar um, ook de services. En ja. daar doen we ook de content voor, de video, uh, de, uh, de, de videoproducties, hoe, hoe maak je een tafel, mm -hmm. uh, hoe uh, stuk je een band. Um, en uh, de digital marketing. Um, en zijn we nu ook heel erg met innovatie bezig. Uh, bijvoorbeeld uh, nu een, um, uh, dat je de vloer kan opmeten. Met AR en steeds vaker dit soort um, technologieën kunnen gaan gebruiken om, ja. uh, om het verder te helpen en om hun eigenlijk innovatief te maken. Okay. Maar we werken ook bijvoorbeeld heel erg voor heel veel voor de uh, United Nations in Zwitserland. Uh, of de International Court of Justice hier in Nederland. Waar platformen gebouwd moeten worden waar mensen documenten en ervaringen uh, en projecten kunnen gaan delen. Waardoor um, ze beter kunnen samenwerken, want dat is ook. De uh, United Nations is natuurlijk ook altijd uh, remote. Ja, ja. Dus al die expertise moet bij elkaar komen. Um, en voor dat soort klanten werken we ook. Um, wie zijn de aandeelhouders op dit moment van, uh, van, van het bedrijf? Ik en Mario. Er um, Misschien voor niet alle kijkers bekend, maar in de, in de bureau wereld waarin jij je begeeft, daar gebeurt nogal wat. Er zijn een ja. aantal uh, grote partijen met hele grote zakken geld die. Alles aan het opkopen zijn, wat maar een beetje schaalgrootte heeft. Nou, 60, 70 mensen, dat is een beetje schaalgrootte. Jullie doen ik weet niet hoeveel, maar miljoenen omzet, eh, ga ja. ik er zomaar vanuit. Met al die poppetjes. Uh, hoe vaak worden jullie gebeld? Um, nou, kijk, uh, bel is één. Een Serieus aanbod is twee. Ja. Um, de, dus, um, kijk, wat. Als je je wil aansluiten bij een groep, mm -hmm. is het heel belangrijk dat het uh, matcht met uh, je eigen toekomstvisie van je bedrijf. Absoluut. En wij zouden best heel graag bij een groep willen, maar dan moet het wel um, ons helpen om naar de volgende stap te gaan. En wat is die volgende stap, wat jullie betreft? Dat is uitbouwen. Kijk, we hebben nu eigenlijk uh, een agency group al ja. met um, uh, design en uh, uh, strategie en. Uh, productontwikkeling, uh, uh, we hebben development, we hebben digital marketing en we hebben onlangs t, uh, een partij overgenomen die uh, meer de activatie en de campagne kan doen. Dus we zijn al eigenlijk met de labels die wij hebben, we hebben allemaal labels en zijn we eigenlijk al een kleine groep. Maar die zouden we heel graag willen doorzetten. Of we gaan het zelf doen, of we gaan dat bij een, met een ander doen. En um, dat is een beetje, dat moet natuurlijk wel matchen. Want het, ik zou niet graag uh, iemand willen die zegt... zet een zak uh, geld op tafel en dan lopen wij weg. Ja. Ja, mm -hmm. dat vind ik dan maar ook wat. Maar dat is wel wat. een onderwerp dat speelt. Ja, tuurlijk. Ja. Omdat het, iedereen heeft het erover. Ja. In Nederland is het echt alleen maar consolidatie. Ja, ja. Klopt. ja, klopt. Ja, Ja. En dus wordt iedereen ook gemeld. Ja. Want er zijn heel veel bedrijven... Die, al is het alleen maar om te kijken van... hé, hey, zou dat een match zijn? Dus ja, dat gebeurt. Toen jij uh, op de basisschool rondliep hè, als uh, klein meisje, wat wilde ja. jij toen worden? Um, ja, ik wilde heel veel worden. Ik wist het eigenlijk niet zo goed, maar ik vond uh, huizen tekenen heel leuk. Ja. En uh, zeilen is mijn grote passie, dus ik uh, stond ooit op een Whitbread-boot uh, en toen dacht ik, ja, dit ga ik doen. Um, en uh, ik wilde ook uh, skileraar worden, en ik wilde ook tennisleraar worden. En, uh, ja, ik ben deze wereld ingerold eigenlijk door toeval, door een uh, stage... en door uh, uh, ja, mensen die uh, in die wereld zaten en dat ik daar een kijkje mocht nemen. En ik vond het vooral heel leuk omdat er heel veel gebeurt. Ik vind een hele spannende wereld als dit... Maar dat ik... Uh, nee, ik had vroeger nooit bedacht dat ik hier nu vandaag uh, zou vertellen over uh, We Are Brain. <laughs> ja. <laughs> ja, Top, dat ja, dat ja, is... Een uh, hele, ja. hele andere wereld. Wat, betreken, wat betekent vrouw zijn en leiderschap? Is dat een thema voor jou? Vrouwelijk leiderschap? Ja. Of vrouwen en leiderschap? Het is een, een, het, ja, het is een thema. Waarom? Omdat het uh, een, een thema in de wereld is. Mm -hmm. uh, en je hebt er natuurlijk heel veel discussie over. En je hebt natuurlijk ook heel veel... Uh, je ziet natuurlijk ook de... Struggling van um, uh, het board waar te weinig vrouwen zitten, uh, überhaupt te weinig diversiteit. Um, uh, nou ja, kijk in tech, uh, we hebben binnen DDA 163 leden. DDA hoe, is zeg maar een soort van de brancheclub van, van de digital agency-markt? Klopt. Uh, Dutch Digital Agencies, daar zitten 163 uh, bureaus bij, digital bureaus. En uh, ja, hoe weinig vrouwen. Of CEO of founder zijn. Dus uh, een dat is gewoon. Minderheid. Ja, het zijn nog toch allemaal, um, mm. allemaal witte mannen. Ben je voor quoten? Um, ja, ik vind het een hele ingewikkelde. Uh, eigenlijk vind ik het heel erg naar dat we dat moeten hebben. Um, ik begrijp ook wel dat het er moet zijn, want je moet ergens dat die, die, die omslag uh, maken. En als dat dan maar geforceerd is, dan moet dat maar. Mm -hmm. Maar ik had toch wel echt gehoopt dat we met z'n allen dat uh, niet zouden hoeven. Zeker hebben. in jullie branche. Ja, ja, ja. Het is jammer dat dat gewoon niet uh, waar, waar zomaar gaat. Waar ligt het aan? Um, nou, ik denk aan een aantal factoren. Maar ik denk dat, het, um, dat wij als vrouwen ook de mannen moeten steunen daarin. En niet alleen maar ons wereldje draaien en zij hun wereldje, maar bij ik heb bijvoorbeeld een, een waarin business... moet je de mannen steunen? Je moet de mannen eruit kicken. Je moet ze niet steunen. Hè? Nee, oh. want de mannen, er zijn heel veel mannen die zijn daar ook voor, want die zijn, ja, ja. die zien ook dat een divers team ja, tuurlijk, veel dan meer dan? voordelen biedt. Nee. En um, dus we moeten ze er dan niet uitkikken. Nee, je moet ze nee. er ook bij hebben, want anders nee. krijg je allemaal witte vrouwen. Ja. Dat is natuurlijk dan net. Nee. Het is het is niet goed om een hele groep witte mannen te hebben, maar het is ook niet een hele groep. Een hele groep nee, witte vrouwen is net het, zo slecht. Ja, klopt, we hebben het over gender. Van, van, uh, er de, de moeten meer vrouwen eens. Ja. Het moet in de hele wereld gebeuren, overigens. Als we het hebben over leiderschap, ja. moet, dat is een andere discussie. Ja. Uh, maar het moet ook minder wit. Ja, en uh, meer nationaliteiten. Dus dat is eigenlijk een vraag. Moet het ook minder wit? Nou, in ieder geval, ik denk dat het, het ongeacht kleur is. Ja. Ik denk dat het... Uh, ik denk, als je gewoon kijkt dat een. Divers team, waar verschillende nationaliteiten, verschillende achtergronden, uh, verschillende uh, uh, genders zit, dat team is gewoon in de basis veel interessanter. Ja. Dus ik begrijp niet dat het voor iedereen niet een no brainer is. Mm -hmm. En voor mij is het een no brainer. En voor ons team is het een no brainer. En voor Mario is het een no brainer. Eigenlijk zou elk bedrijf dat moeten hebben. Ja. En toch, hoeveel. Dezelfde mensen zitten hier op bij jou en de. Ik doe mijn best de, om. Uh, ik, ja. ik jaag proactief naar diverse gasten. Nou. Uh, want als ik het niet doe, dan zitten hier te veel uh, een eenzijdige groep mensen. Correct. En ik denk dat je daardoor ook weer verschillende verhalen krijgt. Ja, absoluut. Ja, dat is boeiend. Dat is, that ma that makes the world go round. Ja. Correct. Ja. En wij hebben aan de, aan de eettafel tijdens lunch... hebben wij gewoon gesprekken over allerlei verschillende nationaliteiten. Ja, supergaaf. En uh, dat de avocados in Ecuador echt toch veel groter zijn... dan in Nederland, die ja. kleine dingetjes. Ja, alleen moet je wel in Ecuador gaan wonen om ze te eten, vind ik. Want om ze nou allemaal te gaan verschepen, dat is... Dat ook... lijkt me dan heel ongemakkelijk. Ja. Ja, ja. Maar als het even dan weer in Ecuador ja. geweest is... dan kan hij daar weer... Ja. Nee, maar het is natuurlijk ook veel leuker om dat soort dingen te horen. Horen. Mm -hmm. Of hoe een bruiloft in uh, Kazachstan gaat, ja. dus dat maakt het ook allemaal veel interessanter, en ik vind het leven daardoor ook veel leuker worden. Ja, als dus. je ja, na te denken of iedereen dat vindt, nee, dat vindt niet iedereen, maar ja, ik ben het dan met je eens. Uh, ja, ik is ook, ik, zo, ik zit te denken, er is natuurlijk ook een hele grote groep mensen die dit niet vindt, correct. En er is een hele grote groep mensen die het niet weet, wat niet weet, wat niet deert, en wat niet weet, kun je ook niet ja. uh, waarderen als je. Uh, als je een, een board hebt of een, een bedrijf met uh, een management wat allemaal hetzelfde is, dan blijf je ook steeds hetzelfde erbij betrekken. Ja. En uh, dan weet je ook niet beter. Ja. Dus daarom zeg ik, we moeten ook al die mannen helpen stimuleren om dat in te zien. Ja. En ook die ervaring te delen. Ja. Dus we moeten erover blijven praten. We hebben je profiel als meisje, uh, jong meisje gehad en waar je nu staat. Uh, laten we eens even een jaartje of vijf, uh, weet ik veel... Vijf, zes, zeven of zo, verder kijken naar de toekomst. Wat uh, is Elvire dan aan het doen? Nou, ik hoop dat we Weerbrain Brain nog verder hebben uitgebouwd. Um, dat we een, een, een sustainable bedrijf hebben staan uh, wat gerund wordt door het team. Mm -hmm. En uh, waar ik niet uh, meer 100% nodig ben. Ik zou heel graag uh, half in Nederland, half in het buitenland willen wonen. Waar dan? Waar? Uh, Iets als aan de Middellandse Zee? Ja, toch wel. Bijvoorbeeld Mallorca? Zoiets? <laughs> mm -hmm. Ja hoor. Um, dan, uh, en dat dus het team het bedrijf verder doorzet. Maar je zegt altijd, het zou natuurlijk te gek zijn als dadelijk de kinderen van onze teamleden uh, bij ons komen stage lopen. Of nog beter, komen werken. Of nog beter, het strakjes overnemen. Mm -hmm. Ja, Dat zou natuurlijk te gek zijn. Dat je gewoon iets hebt neergezet uh, voor later en wat gewoon doorgaat. Ja. Uh, onafhankelijk van mezelf. Dus dat zou ik wel heel, heel graag willen. En um, ownership is een van de, 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 de waardes die wij hebben. En we hebben ook echt letterlijk het team mede-eigenaar gemaakt. 25% van het bedrijf is van het team. Dus iedereen heeft ook uh, de intrinsieke uh, behoefte om dit uh, ja, succes zijn, te maken. Okay, want schiaal. we zijn allemaal uh, eigenaar. Ja. En dat is natuurlijk wel heel cool. Dus we willen het ook dat het doorlaat, uh, doorgaat en dat het niet stopt. Laten we kijken in welke vorm zich dat allemaal uh, evolueert. En ik wil uh, je ja. sowieso heel veel, uh, nou dank dat je er was, maar ook heel, heel, veel, succes, heel veel succes wensen met ja, toch het thema Oekraïne, waar we het in het begin even over hadden. En, uh, en ter, ik mag hopen dat het ja, allemaal een beetje goed gaat verlopen en heel veel sterkte met al je collega's die je daar hebt uh, zitten. Dankjewel. Ik wil het uh, vooral niet een, uh, een, een, uh, een zielig verhaal maken. Nee. Want uh, het team is heel sterk en ja. uh, iedereen, uh, iedereen is echt super, uh, super goed bezig. Ik ben heel erg trots op iedereen. Uh, maar uh, ja, het, is, uh, het, het overkomt iedereen. Ja. En dat is, uh, dat is af en toe... Uh, Even heftig. Ja, ja, absoluut. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel, gast was, Zelvieren. En dankjewel, uh, en dankjewel uh, voor het kijken. En, uh, en als je hebt zitten luisteren naar de podcast, dankjewel voor het luisteren. Zit je nou op YouTube en je denkt van hey, toffe gesprekken, dit, ik wil er nog meer. Uh, hieronder kun je, je abonneren. En als je blijft hangen over twee seconden twee nieuwe video's. En zit je op de podcast te luisteren naar ons, laat ook eens een keer een review achter. Ik ben super benieuwd uh, wat je van onze podcastserie vindt. Elke week twee nieuwe van dit soort gesprekken. Dus abonneer vooral. Voor nu. Dankjewel voor het kijken en dank wel voor het luisteren. はい。<music>